Dag kijkers van het kanaal FishNATRNL en welkom bij mij bij Roy van het kanaal Pure Savie. En ik heb voor jullie weer eens een keertje wat anders. Ik heb voor jullie Battlefield 4 op de achtergrond op de PlayStation 4 en we spelen hier op de map Rogue Transmission. En we spelen gewoon lekker Domination. Het is ja anders dan Call of Duty Ghosts en ik heb het de afgelopen week, anderhalf tot twee weken eigenlijk best wel afgelopen twee weken, heb ik het echt ontzettend druk gehad. Heeft verschillende redenen gehad. Ik denk dat de belangrijkste reden is dat ik binnen het werk wat ik nu doe, zeg maar, gesolliciteerd heb op een nieuwe functie. In hetzelfde bedrijf, dus intern gewoon doorgesolliciteerd op een hogere functie. En daarvoor moest ik me natuurlijk voorbereiden, was ik heel erg druk mee bezig. Je kan niet zomaar onvoorbereid zo'n gesprek ingaan, dus je moet jezelf gaan verkopen. Dus dat heb ik gedaan. En het goede nieuws is natuurlijk dat ik aangenomen ben op die nieuwe functie, dus ik ben echt super blij. Maar daardoor had ik bijvoorbeeld heel erg weinig tijd om op mijn eigen kanaal video's te uploaden. Bij Fish, zijn gastrol heb ik wel gewoon doorgezet natuurlijk. Alleen het was gewoon heel erg druk en dat zette ik gewoon eventjes voor het game. En dat is denk ik ook hartstikke logisch. Net als dat velen van jullie natuurlijk school op nummer 1 hebben staan, heb ik gewoon het werk en het privé ook gewoon op nummer 1 staan. En daarna komt het gamen. Dus excuses daarvoor natuurlijk voor de mensen die daar iets van vinden, maar goed, het is nou eenmaal zo, het echte leven gaat nou eenmaal gewoon eventjes voor natuurlijk. Maar goed, Battlefield 4, Call of Duty Ghost heb ik dus ook al een tijd niet meer aangeraakt en daar ga ik ook weer lekker mee beginnen. Ook live facecam zoals ik natuurlijk had beloofd, alleen ja, zoals ik al zei, ik had daar niet zo heel erg veel tijd voor. Ik speel hier lekker met een AK en ik moet zeggen, de graphics op de next generation console van Battlefield 4. En ik weet niet of Fish al eerder video's van Battlefield 4 op zijn kanaal heeft gehad, maar het is echt gewoon te bizar voor woorden. Ik heb helaas hier niet mijn Elgato aangesloten, want op het moment dat ik mijn Elgato aansluit, heb ik wat problemen met verbinding, meer een beetje de vertraging die erin zit. Is natuurlijk hartstikke jammer, kan ik niet zo heel veel aan doen, omdat ik namelijk op een PC-monitor speel. En normaal zou dat geen probleem moeten zijn, maar mijn PC-monitor heeft geen HDMI-ingang. Dus ik heb een converter van HDMI naar DVI en die zorgt al voor een kleine vertraging. Maar als ik daar ook nog eens een keertje mijn Elgato tussen zou zetten, ja, dat is één groot drama. Dus ik ben nu even bezig met rond om me heen te kijken voor een nieuw beeldscherm natuurlijk met HDMI-ingang. En dan kan ik gewoon lekker mijn Elgato aansluiten en dan kunnen jullie ook pas echt zien... hoe mooi Battlefield 4 op Next Gen is. Want het is echt, voor de mensen die een PlayStation 4 hebben of al misschien wel een Xbox One, als je bijvoorbeeld Call of Duty Ghosts gaat vergelijken, dan is het al een wereld van verschil. Maar deze is nog een keertje keer 10 qua graphics. Het is echt gewoon te bizar voor woorden. Dus ik raad het ook voornamelijk aan. Ik speel Battlefield 4 meer gewoon een beetje qua ontspannenheid. Gewoon, er zit geen stress in. Je gaat gewoon een beetje rondlopen. Je pakt die objectives, je pakt wat kills op. En zo pak je gewoon elk potje. Niemand is extreem goed of extreem slecht. Het is allemaal een beetje gebalanceerd. Natuurlijk heb je wel uitzonderingen daar gelaten. Maar het is gewoon heel anders dan Call of Duty Ghosts. Je bent niet afhankelijk van campers, noem het allemaal maar op. Want dat zit er gewoon niet in. En dat, ja, op de een of andere manier is het gewoon stressverlagend. Net als dat ik op de laatste tijd ook wat meer FIFA weer aan het spelen ben. Het is gewoon lekker relaxed. Lekker gewoon bijvoorbeeld in de Skyfall met het gasten zitten. Gewoon lekker slappe ouwe hoeren. Er zit gewoon geen stress, geen rage. Er zit gewoon niks van die negatieve momenten in. En dat vind ik toch wel belangrijk met gamen. Dus vandaar dat ik al een tijdje geen Call of Duty Ghosts ook daarom niet heb gespeeld. Maar dat ga ik natuurlijk wel weer gewoon oppakken. Dus ik hoop dat jullie dat ook hartstikke leuk gaan vinden natuurlijk. Daarnaast natuurlijk nog twee dagjes en dan is het Dutch YouTube Gathering. En ja, ik heb gewoon heel veel zin in. Ik hoop dat jullie daar ook natuurlijk gaan zien. Lijkt me natuurlijk hartstikke vet om veel van Fisher subscribers ook te gaan ontmoeten. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Dus er zijn leuke dingen gebeurd, er komen leuke dingen aan. En dat is natuurlijk wel hartstikke vet om mee te maken. Om, ja, weet je, ik ben nu 27 jaar en ik heb het qua werk echt niet slecht. Ik had al een goede baan, vond ik zelf. En wat ik nu ga krijgen is zeg maar een leidinggevende functie op mijn nieuwe baan. En dat is eigenlijk alleen nog maar beter. Wel wat meer administratie zit er nou vast natuurlijk veel binnen. Ik ben niet meer zoveel op pad. Dus ja, ik ga nu echt aansturen. En goed, er zitten natuurlijk ook weer andere voordelen bij. Zoals auto van de zaak, noem het allemaal maar op. Natuurlijk meer salaris en zo. Dus ik ben echt gewoon fucking blij, jongens. Fucking blij. En ik kan jullie maar één tip meegeven. En toen ik zo jong was, toen ik op de middelbare school zat, toen ben ik begonnen met VMBO. En ik geloof mij,
doorleren werpt zijn vrucht af. Want ik heb toen ik 20 plus was, ben ik pas gaan verder leren. Ik heb in die tussentijd bij de sportwinkel gewerkt en noem het allemaal maar op. En ik heb tussentijd nooit, ik heb daarna nooit doorgeleerd. En na mijn 20ste heb ik alsnog na mijn VMBO mijn MBO 4 opgepakt en vervolgens gewoon een HBO-opleiding gedaan. En wat je daarmee kan bereiken, ja, dat is gewoon, je komt gewoon veel makkelijker een bedrijf in. Natuurlijk moet je ook wel connecties hebben, maar geloof mij jongens, leren, doorleren, het werk laten echt zijn vruchten af. Dus doe dat ook gewoon jongens. En ik snap, ja, wat ik heel erg had is dat ik gamen vroeger, toen ik 16 was, speelde ik op de PC, voornamelijk Counter-Strike, Unreal Tournament, etc. Toen zette ik dat op nummer 1. Ik vond het leuk, weet je, om te doen. En school interesseerde me helemaal geen fuck. Maar goed, toen ik 18, 19, 20 was en ik solliciteerde bij bedrijven en noem dan maar op wat ik graag wou gaan doen. Ik kwam gewoon niet binnen. Ik kwam er gewoon niet tussenin. De school is gewoon... Probeer dat gewoon altijd op nummer 1 te houden. Hoe kloot het soms misschien ook zal zijn. Het heb je echt nodig. Die diploma's die je ermee kan behalen, die heb je later in de echte grote wereld, zeg maar, om het zo maar te noemen. Het klinkt een beetje kinderachtig, maar... Je hebt het gewoon nodig, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie Battlefield 4 leuk vinden. Zeggen jullie nou van, nou, ik wil wel wat meer afwisseling tussen Call of Duty Ghosts en Battlefield 4 van jou, Roy. Laat het hieronder achter in de beschrijvingen. En mocht het zo zijn van, nou, gaan we gewoon lekker Ghosts spelen voor de campstrikes. Laat het ook achter. Of doe Battlefield 4 alleen nog maar. Laat het gewoon achter. Ik vind alles leuk om te spelen. Ik wil jullie gewoon lekker vermaken. Ik wil Fish natuurlijk nog hartstikke bedanken dat ik de gastrol op zijn kanaal mag doorzetten natuurlijk. Ik ben er vrij fanatiek in, dat weet hij zelf ook. Ik vind het hartstikke leuk om te doen en voor die kansen wil ik hem natuurlijk hartstikke bedanken. Ik zeg bedankt voor het kijken naar deze commentary en ik spreek jullie volgende week weer jongens. Houdoe later, bye bye en tot de volgende keer.